kijkers, van DJ Ali, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van LOL in Disneycraft. Jullie zien, ik ben niet meer koelbeer, maar nu ben ik een ander beertje. Goed, ik zie hier zelfs zo'n 1.8 mannetje lopen met een headset. Goed, we staan hier bij dit alweer vernieuwde spawn gedeelte. Het is allemaal weer vernieuwd, je ziet hier ook het treintje heeft wat meer details gekregen, de limousine heeft wat meer details gekregen. En zelfs, dit is helemaal weg. Dit is helemaal nieuw. Dit is helemaal vernieuwd. Ik zag het ook pas net. Goed, gisteren is dus helaas niet de tutorial van No Limits online komen zoals ik beloofd had. Maar, gisteravond is wel de dingen online gekomen van Alphacraft. Ik vind het echt heel erg zielig wat er toen, ja, zielig. Ik vind het echt laf. En het gaat hier een klein beetje niet goed met mijn frame. Of met mijn chunks. Heb ik de indruk. Hier is eigenlijk niks veranderd, want dit hebben ze al langer geleden veranderd. Maar na de opening is het als volgt gegaan. We hebben de stream afgesloten en dit is wel weer allemaal veranderd. Dit is een nieuw bij toegevoegd. Voor de rest denk ik niks. Oh ja, hier zijn ook nog allemaal nieuwe dingetjes. Oh, het is allemaal nieuw. Voor de rest gaan we even verder. Ik zie hier TDJ voegen en mooi aangepast en die is in de server, dus dat is hem ook. Ging dus als volgt. Na de stream heb ik nog even de server ingezeten. En Javan was geluid. Die is tijdens de stream nog eruit gegaan op het einde. En ik ben ook na een tijdje eruit gegaan. En daarna zijn wij GTA gaan spelen. En nadat wij gespeeld hebben, ik ga denk ik naar de studio's voor de achievements zoeken, want we lopen ferm achter. Dus we gaan ondertussen tijd achievements zoeken in de studio's. Ga je helemaal terug. We hebben veel. Oké, we gaan even naar waarop studio. Ik ben nog altijd een klein beetje verkouden net ook. Maar alsnog, ik ga er ook veel beter van vorige week. We zijn dus GTA gaan spelen. En daarna hebben wij dus een hele tijd doorgespeeld. Ik wil in de tussentijd de server joinen om te kijken of er nog iemand was, maar ik kreeg geen ping, dus dat ging niet. Ik ga toch even alle dingen zoeken, even afloop hier vond. Ping. Daarna ben ik weer terug het jaar aan het doorspelen. En naderhand is het dus gegaan dat wij besloten hadden, want de broer van Jordan wou Cobbs en Crims gaan spelen op Hypixel. En wij hebben dan even onze survival afgemaakt die we aan het spelen waren. En daarna wouden wij Cobbs en Crims gaan spelen. Maar Jaron die was bezig met iets, ik weet niet precies wat. En toen heeft hij de server gerestart. En er zaten ook mensen in. En toen was al zoiets van, wat is er aan de hand? En wie zit erin? En daarna is Jaron gejoined. En toen hebben wij alles aangetroffen zoals het dus allemaal vernield erbij was. Alles was vernield. De hele spawn was kapot. Dat hebben jullie gezien in de video. De minigames was kapot. De PvP was kapot. De survival was kapot. Alles was kapot. Wij dachten onmiddellijk aan mensen te beschuldigen. Dat hebben we ook gedaan. En zij spraken dus de hele tijd tegen van nee, we hebben het niet gedaan. En heel simpel was het, want Jaron heeft de log van de server, en dat begon 's ochtends, en dat is tot die restart die Jaron toen gedaan heeft, hebben wij nagecheckt. En dus hebben wij gekeken. Zij beweerden dat toen zij joinden, alles wat kapot was, en dat ze iemand hadden zien vliegen. Nou, wij hebben dus de hele log nagekeken. En van zodra ik weg was, is er niemand meer geweest. Toen ben ik terug proberen te joinen voor die dingen. En dat lukte dus niet.
Oh wacht, dit is eigenlijk, ik denk niet dat het uit het achievement zit. Dit ding, ofwel, we hebben die al. Oh nee, nee, nog niet. Doe ook dus terug joinen, maar dat jij niet. En dat stond ook op de log. En daarna was het zo van, ja, doorkijken. Toen zei hij de hele tijd, nul spelers online, want onder zoveel tijd doet de console de comments slash list. En dan kijkt hij wat spelers online zijn en dan zegt hij ook welke spelers online zijn. En dat hebben wij dus allemaal nagekeken. Dus speel al terug. En wij vonden daar, er zit een mini knuffel. Hoe kost die? 500. Wow. En toen hebben ze nagekeken. Op een gegeven moment is Riemen gejoined. En dat is een vriend van Jaron. En die zat ook, dachten wij, in het complot. Maar naderhand hebben we dus kunnen uitsluiten dat hij het niet was. Daarna is hij, heeft hij een paar comments uitgevoerd slash PL. Dus om de plugins te zien. En die had nog een comment uitgevoerd. Maar die weet ik niet meer. Link, als ik het op kijk kan zeggen. Kom op, ik wil het zeggen. Ja. Yes, ik was eerst. Daarna is hij geliefd. Net dat hij een paar comments werd gevoerd. En daarna is hij terug gejoined. En toen is er nog iemand bijgekomen. En dat was XXLofinoXX. Een van de daders dus. Want jullie weten natuurlijk ook wie het gedaan had. En dat was XXLofinoXX. Die was in de stream waar hij gekeken heeft. In de stream was hij ook al irritant in de chat toen. We hebben die van de Twitch afgeband. En ook in de server vroeg je altijd, waar is mijn rank? Mag ik mijn admin terug? Bla bla bla. Hebben we niet gegeven. Had ook zelfs geen OP. Maar zij hebben het dus gedaan. Want we hebben in de log heel duidelijk gezien dat zij meerdere maals de comment hebben uitgevoerd. Break. Op een ding. Dus ze hebben dan een zwaar zo gepakt. En dan hebben ze slash PT break opgezet. En dat staat bij allebei de Minecraft 1 en XXLofinoXX heel duidelijk aan heel aantal keren erop. En het is heel duidelijk dat het dat is geweest waardoor alles is vernield. We hebben hun geband plus IP ban gegeven. En we hadden nog geluk, want donderdagavond hadden wij het vuurwerk gemaakt. Het hele systeem. En toen hebben wij een backup gemaakt. Heeft Jaron een backup handmatig gemaakt. Dus hebben wij nog geluk dat wij die backup hadden, want anders was nu hier de server nog net vaantjes en dan konden we alles met de hand gaan terugbouwen. Maar alles is weer in orde. Dion is een, is nu onze hoofd developer, die is op het moment niet hier, maar die zal wel in de creative of zo zijn. En met Dion gaan wij eens nog wat overleggen en gaan wij server tiptop in orde maken voor een opening 2.0. En dat is nog veel werk eer dat zal zijn. Zit er niks onder? Nee. Het zal nog heel lang duren, want wij gaan een heel aantal dingen doen. We gaan world weghalen, dus in de wereld waar je zit, krijg je altijd de naam van de wereld voordat je iets zegt. Dat gaan we weghalen. We gaan de chats apart houden per wereld. We gaan de... Wat gingen we nog? We gingen de chat apart houden, we gingen... De spawn, dat je altijd in de spawn joint, dat werkt nog altijd niet zoals het hoort, want hij werkte wel, maar nu doet hij weer niet. En voor de rest gaan we nog wat systemen moeten updaten. En dan gaan wij verder werken aan verbeteringen, samen met Dion. Maar we moeten ook rekening houden met het, met de memory van de server, want we hebben nog maar 1 gig memory hebben we maar gekocht. En daar moeten we dus even rekening mee houden dat wij die gebruiken, maar ook niet helemaal gaan opmaken, want we hebben nog geen donaties gehad. We hebben dus alleen Shane de VIP plus gegeven, hij als eerste gejoind was. Die houdt hij ook, ook al gaat hij zo opnieuw open, die houdt hij ook, maar hij heeft hem dus al gekregen. Maar we hebben dus de opening was te vroeg. We zijn veel te vroeg open gegaan, dat hebben we geconcludeerd. Want nog niet alles ging perfect. En dat zei Jaron ook van, we zijn gewoon veel te vroeg open gegaan. En toen zei ik van, eigenlijk heb je wel helemaal gelijk. Dus gaan wij nu pas open in juli. Ja, heel duidelijk juli. Dus gaan we een maand aan de server nog doorwerken.
Want we hebben nu nog 2 weken school en dan heb ik examens. En dan tijdens de examens ga ik natuurlijk niks doen. Maar aan de server bouwen gaan we niks meer doen dan tijdens de examens. Er wordt even druk leren en een beetje dingen. Er zullen ook gebieden online komen, maar er komt nog een update over online. Ik denk dat we wettelijk bezig zijn weer. Tarzan, de grote Tarzan musical gaat hier eens plaatsvinden, heb ik door. In Studio Hall 2. Hangt hier al iets op. Deze zomer, Tarzan de musical. Daar ga ik jullie ook nog van op de hoogte houden, van zodra ik meer informatie weet. En als mensen meer hebben weten over Tarzan de musical, mogen dat gerust achterlaten in de comments. En ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering van Lol en Disneycraft. Vond je het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. En volg mij op Twitter, like de Facebookpagina. De dingen komen in een beeld, jullie weten het. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Later.